Hallo allemaal, een nieuwe week, maar geen nieuw weer. Integendeel, we gaan verder op de ingeslagen wisselvallige weg, waar we ook de vorige weken al in beland zijn. Steeds maar nieuwe oceaandepressies met hun storingen komen door onze omgeving. En ook vandaag is dat weer niet anders. De dag start kletsnat met de voorbije nacht al een aantal storingen die zijn doorgetrokken. En ook vanochtend vroeg trekt er nog eentje door met uitgebreide regen. Het regent overal en die regen kan intens zijn. Men duurt nog wel eventjes, het zal ergens tot rond halfweg de ochtenduren, vooral eer de staart van die storing passeert en het weer geleidelijk wat droger wordt. Toch is het dan zeker niet helemaal droog, want dan komen er nog buien achteraan. En dat kunnen felle buien zijn. Later vanochtend en rond de middag arriveren die en vanmiddag trekken die dan met ook weer veel regen door onze omgeving. Plaatselijk kan het echt plensen en er is zelfs weer kans op wat verspreide hagel of een donderklap. Die regen komt niet alleen, ze brengt ook wind mee. Die storing en die depressie die verantwoordelijk is daarvoor is een stormdepressie. Die gaat in de loop van de dag via de Noordzee richting Denemarken trekken. En het windveld dat daaraan verbonden is, gaat vanmiddag ook door onze regio komen. Daarbij zijn windstoten mogelijk van 80, 90 km per uur aan zee. Boven land van een 70 tot 80 km per uur. En dat is weer veel wind uit een zuidwestelijke richting. Tegen de late middag gaat hij dan geleidelijk aan weer wat afnemen. De meeste wind zit ergens tussen 3 en 6 vanmiddag. Tegelijk gaan de temperaturen flink omhoog. We komen weer in erg zachte lucht terecht. En dat is echt erg zachte lucht, want de maxima lopen vanmiddag op tot een 14, zelfs lokaal 15 graden. Vanavond en vannacht volgt er nog hier en daar een bui. De meeste plekken houden het dan wel tijdelijk wat droger. Er staat wel nog steeds veel wind, al neemt die af uit een zuidwestelijke richting. Bij erg zachte minima rond een graad of 11. Morgen staat dat weer in het teken van buien. Veel buien. Die komen weer een beetje over dezelfde regio's te liggen als al eerder het geval was. Vooral het noorden van Frankrijk en onze westelijke helft van West-Vlaanderen zal weer flink wat buien te verwerken krijgen. Plaatselijk kan dat weer overvloedig zijn met nog steeds kans op wat hagel of een donderklap. En maxima morgen rond 13 graden. De wind is dan wel afgenomen, maar blijft toch stevig doorwaaien. Uit een zuidwestelijke richting. Woensdag lijkt het iets beter te worden. Waarschijnlijk houden veel plekken er dan tijdelijk zelfs droog. Bij maxima rond een graad of 12, 13 misschien nog net. Met een mix van wolken en opklaringen. Er is kans op een bui, maar het zal dan toch maar een lokale bui zijn. Dus het water kan dan weer wat wegtrekken. Op donderdag lijken we het nog eerst grotendeels droog te houden. Later komen er weer nieuwe perioden van regen en buien. En dat is dan weer de opmaat voor een weer nieuwe wisselvallige periode vanaf vrijdag. Ik zet er tenslotte de pluim bij, dan zie je al die episodes met de onderste grafiek telkens heel wat neerslagsignalen. Vooral in het begin en later naar het eind van de week toe zit er opnieuw dikwijls veel regen in. In de bovenste grafiek zie je duidelijk de grote temperatuurspiek die vandaag bereikt wordt. Daarna gaat het geleidelijk een beetje bergaf, maar tegen volgend weekend zouden we dan weer in een portie erg zachte lucht terechtkomen. Kort samengevat, de wisselvalligheid die gaat gewoon door. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.